Oké, nog één video met de kerstboom dan. Hi allemaal, leuk dat je kijkt. Ik ben Marloes, ik ben diëtist en ik ben personal trainer. En ik ga vandaag een heel veel aangevraagde video maken. En dat is dat ik je 12 verschillende tips ga geven over hoe je kunt beginnen met afvallen. Wat is nu een betere video die je kunt plaatsen op 1 januari dan deze? Ik ga je dus 12 tips geven waarvan ik denk dat ze super belangrijk zijn als je wilt starten met afvallen. Mijn ervaring is dat deze tips echt iedereen kunnen helpen bij het behalen van het doel. Tip nummer 1 gaat ook over je doel. Als je wilt starten met afvallen, is naar mijn idee het allerbelangrijkst: heb je doel goed voor ogen. Wat is jouw doel? Als ik mijn cliënten vraag van wat is je doel, dan krijg ik vaak te horen van ik wil 10 kilo afvallen. Naar mijn idee is dat geen goed doel. Als puur jouw doel is om 10 kilo af te vallen, dan zou je bij wijze van spreken ook een been kunnen afhakken en dan heb je je doel bereikt. Eigenlijk is dat niet wat je wilt. Je wilt niet per se alleen maar 10 kilo lichter worden. Je wilt waarschijnlijk ook fitter worden, lekkerder in je vel zitten, misschien je kleding beter passen, beter met je kinderen mee kunnen doen, je zelfverzekerdheid hoger krijgen. Kortom, er zijn heel veel redenen waarom jij die 10 kilo zou willen afvallen. En heb dat zo duidelijk mogelijk voor jezelf. Dan mijn tweede tip is dat je gaat bedenken, A, hoe graag wil jij dit? En B, hoe hoog denk jij dat de kans is dat je het ook daadwerkelijk gaat behalen. Geef jezelf voor deze twee vragen een cijfer van 1 tot 10. Naar mijn idee, als dat cijfer voor beide niet een 8 of hoger is, dan is de kans dat het je gaat lukken ook vrij klein. Als jij niet echt gelooft dat je het kunt, dan gaat het waarschijnlijk ook niet lukken. Dus wat je dan beter kunt doen, is je doel een klein beetje bijstellen. Net zolang totdat jij zoiets hebt van ja, weet je, dit gaat me lukken. Ik weet het zeker, want dan ga je het ook behalen. Tip nummer 3 is, ga jezelf niet zielig vinden. Het is jouw keuze om jouw doel te willen behalen. Niemand zegt dat je moet gaan afvallen, dat het verplicht is of nee, het is jouw eigen keuze. En vind jezelf dus ook niet zielig dat jij bepaalde dingen moet gaan afslaan. Ik heb hier eerder een hele mindset video over gemaakt. Die zal ik even daarboven linken. Klik die even aan en kijk die na deze video. Want daarin staat hele waardevolle informatie over dus het hebben van die juiste mindset. Die denk ik echt cruciaal is als je wilt gaan afvallen. De vierde tip is, stel kleine doelen per keer. Ik zie vaak dat als mensen willen gaan afvallen, dat ze dan echt alles in één keer willen doen. Heel gezond eten, heel veel bewegen, niet meer roken, niet meer drinken. Ga zomaar door. Alles moet in één keer. En dat is niet haalbaar. Maak echt kleine doelen per keer. En wat ik heel fijn vind, is om bijvoorbeeld per week een doel te stellen. Bijvoorbeeld in week 1 ga je elke dag 200 gram groente eten. In week 2 ga je je focussen bijvoorbeeld op bewegen. En zeg dan ook niet van, nou ja, als je nu niet sport, ik wil dan gelijk 4 of 5 keer in de week sporten. Nee, begin eens met 1 keer in de week en bouw het dan langzaam op. Dus stel hele kleine doelen voor jezelf en werk stapje voor stapje naar een gezonder patroon toe. Dat is echt veel effectiever dan dat je alles in één keer wilt doen. Want geloof me, dat gaat je echt niet lukken. Tenminste, natuurlijk kun je dat wel voor een klein tijdje volhouden. En dan val je ook super snel af. Maar ik zie dan dat mensen toch weer terugvallen in hun oude gedrag. En dat het uiteindelijk tot niks oplost. Ik maakte daar ook al eens een video over. Over het super snel afvallen. Tip nummer 5, die ken je als je me langer volgt. En dat is, gun jezelf een genietmomentje. Als wij gaan afvallen, dan gaan we echt in de afvalmodus. En dan zeggen veel, vooral vrouwen, tegen zichzelf van, ik mag niks ongezonds meer eten. Dat is niet realistisch, jongens. Af en toe een keer een chocolaatje of een wijntje of een chipje hoort er gewoon bij. En juist daardoor kun je het op lange termijn volhouden. Een leven lang zonder chips of chocola gaat echt niemand volhouden. Dus gun jezelf gewoon af en toe een genietmomentje. Als jij op vrijdagavond lekker uit eten gaat, neem dan gewoon lekker dat toetje als je daar zin in hebt. Of als jij in het weekend gezellig voor de bank zit met je kinderen, neem dan ook gewoon een schaaltje chips. Mijn volgende tip is dat je gezonde dingen gaat maken die jij ook echt lekker vindt. Dat is voor mij echt een gouden tip. Ik zorg ervoor dat ik iedere maaltijd lekker vind. Want dan heb ik ook minder behoefte aan die ongezonde dingen. Want ik heb mijn lekkere eten al in mijn normale maaltijden. Dat geldt eigenlijk ook voor het bewegen. Zoek dingen die jij leuk vindt of in ieder geval minder erg vindt. Vraag bijvoorbeeld een vriendin of ze met je meegaat. Of ga bijvoorbeeld met je kinderen een stukje hardlopen. Of ga wandelen in het bos of ga zwemmen met iemand. Of ga op dansles. Of zorg dat jij het leuk vindt. En zorg dat jij het eten lekker vindt. Want dan ga je het volhouden.
Als je iets gaat doen omdat het een trend is, terwijl je het eigenlijk helemaal niet lekker vindt. Of als jij iets gaat doen qua beweging wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt, ja, dat ga je gewoon niet volhouden. Nummer 7 is: ga geen maaltijden overslaan en eet niet te weinig. Ook dit is wat heel veel mensen doen, van ik wil afvallen, dus ik moet zo weinig mogelijk eten. Dat houdt je voor een tijdje vol, maar dan op een gegeven moment krijg je zoveel trek dat je allerlei ongezonde dingen gaat eten en dat je in een hele korte tijd alsnog veel te veel calorieën naar binnen werkt. Dus geloof me, het is veel effectiever om gewoon voldoende te eten. Je hebt misschien het idee dat je dan te veel binnenkrijgt, maar dat valt echt wel mee als je gewoon gezonde producten gebruikt. Daarnaast is het heel belangrijk, en dit heb ik ook al 100 keer gezegd, om voldoende te drinken. Onze hersenen kunnen namelijk niet zo goed het onderscheid maken tussen honger en dorst, waardoor het kan lijken alsof je de hele dag honger hebt als je te weinig drinkt. Drink bij voorkeur natuurlijk water of thee of sparoot of zoiets, maar een paar kopjes koffie per dag kan ook echt geen kwaad, en voor de afwisseling 2 of 3 glazen light fris drank is in mijn ogen ook helemaal prima. Tip nummer 9 is: eet langzaam en kauw goed. Het duurt namelijk een tijdje voordat je hersenen een seintje krijgen van je maag dat die vol zit. En als jij dus heel snel eet, kun je veel meer eten. Eet maar eens een boterham, vouw hem dubbel en eet hem dan op. Of snijd hem in stukjes en eet hem dan op. Je zult merken dat je bij de tweede optie echt veel langer vol zit. En kauw dus goed, dat is ook goed voor je verzadiging. En je lichaam kan de voedingsstoffen beter opnemen. Tip nummertje 10 is ook een hele belangrijke, en dat is: doe het voor jezelf. Voor niemand anders. Ga niet afvallen omdat je denkt dat je man je dan mooier vindt, of omdat iemand anders dat wil of nee. Doe het 100% voor jezelf, voor je eigen fitheid, voor je eigen gezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. En alleen op die manier ga je het volhouden. De 1 na laatste is: accepteer af en toe dat je een beetje terugvalt in oud gedrag. Dat is heel normaal. Ik heb nog nooit iemand gezien die in 1 rechte lijn alleen maar heel erg positief was en die nooit een keertje een fout maakte. Dus gun jezelf af en toe een mindere periode. Probeer er nuchter naar te kijken van oké, weet je, dat was misschien niet het meest handige, maar wat had ik er anders aan kunnen doen? Ik zie vaak dat mensen zichzelf heel erg veroordelen. Dus dat je zegt van oh, waarom deed ik dat nou? Wat ben ik stom? En hoe kan ik dat nou doen? Ja, dan kom je in die negatieve gedachtes. En daar schiet je niks mee op. Dan is de kans dat je vaker ongezond gedrag gaat vertonen alleen maar groter. Want je schiet gewoon in die negatieve gedachten. En dan mijn laatste tip voor jou is: kijk niet alleen naar je gewicht. Lichaamsgewicht zegt echt niet altijd alles. Soms houd je meer vocht vast. Soms heb je meer darmvulling. Ben je minder vaak naar de wc geweest. Soms ben je spieren aan het opbouwen, waardoor je wat zwaarder bent. Dus kijk niet alleen naar dat getalletje op de weegschaal. Meet bijvoorbeeld ook je buikomvang of je heupomvang. Maak eens foto's van jezelf die je gewoon kunt gebruiken om te zien van hey, hoe ben ik bezig. Of laat bijvoorbeeld je vetpercentage en je spierpercentage meten als dat ergens kan. Maar zorg er in ieder geval voor dat je meer hebt dan alleen maar je gewicht. Ik weet dat het heel frustrerend kan zijn als je gewicht niet daalt, maar als je dan toch ziet van hey, mijn buikomvang neemt wel af of mijn vetpercentage wordt wel lager, dan is dat veel makkelijker om jezelf te zeggen van oké, ik ben alsnog goed bezig. Dat waren mijn tips. Er zijn er natuurlijk nog veel meer die ik je zou kunnen geven. Je vindt er ook nog veel meer komende januari. We gaan dus de hele maand januari in het teken stellen van weer gezond op weg gaan en een gezonde start maken. Volg me op optimavita.nl. Elke ochtend komt er een blog online. Op Instagram en op Facebook kun je me volgen. Dat is ook allebei @optimavita. Je kunt de hashtag gebruiken optimavita. Dan kom je misschien terug in een van mijn vlogs. En je kunt je natuurlijk abonneren op mijn kanaal. Dat kan heel makkelijk door hier te klikken. En hier vind je 2 video's die je misschien ook leuk vindt om te zien. Ik hoop echt dat je wat gehad hebt aan mijn tips. Houd dus de komende tijd mijn artikelen en video's in de gaten voor nog meer tips. En morgen komt er een heel voorbeeld weekmenu op optimavita.nl. Doei doei!